Hallo allemaal, welkom op mijn YouTube kanaal Vreubelen met Eline. Als eerste pak ik een wit vel papier en ga met mijn breier de kleur groen aanbrengen. En daarna dit mooie bloemenstencil van Vicky Boutin. Om nog meer kleur te geven aan mijn pagina heb ik gekozen om met een borstel de kleur geel aan te brengen en het mooie stencil van Vicky Boutin. Dan heb ik van een wit vel papier drie hartjes getekend met potlood. Ik knip ze uit met een schaar en breng de hartjes aan met de kleur zwart en gebruik daarvoor een blending tool. Dan breng ik met witte verf een patroon aan met een potlood voor dat extra effect voor mijn kaart. En gebruik voor de andere hartjes de kleur zwart om een patroon aan te brengen op mijn gepimpte achtergrond. Daarna laat ik mijn papier drogen en begin aan mijn tweede kaart. Voor deze kaart heb ik gekozen voor het rode papier en ga het bloemenstencil aanbrengen met potlood en ga het inkleuren met mijn metallic waterpaints en een penseel. Daarna ga ik de bloemen overtrekken met mijn zwarte gelpen en teken ook nog lijnen en gebruik daarvoor een liniaal. Daarna breng ik nog deze mooie bloemenstencil van Gina K. Designs aan met zwarte verf en een blending tool.
Nu ga ik beginnen aan mijn derde kaart. Ik ga nu mijn gelplaat gebruiken en heb gekozen voor de kleur rood en geel. En ik ga ook dit mooie sterrenstencil gebruiken van Vicky Boutin om een mooie achtergrond te maken. Dan ga ik met de kleur zwart dit stencil aanbrengen dat ik heb gemaakt met potlood en uitgeknipt met een schaar. Voor deze kaarten heb ik gekozen voor deze superhelden stempels en stempel ze met zwart First Fine ink en kleur ze in met mijn metallic waterpaints en ook mijn gelpennen en knip ze uit met mijn schaar. Dan snij ik mijn kaarten op maat met de Tim Holtz snijmachine en plak de superhelden vast met dubbelzijdig tape. En plak de kaarten vast op een wit vel papier.